Vandaag is er een vrij belangrijke beslissing genomen door de Hoge Raad, de rechtbank. En eigenlijk is die wel helemaal terecht. En wat heeft die beslissing ingehouden? Dat het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, geen beslissingsbevoegdheid meer heeft of u een alcoholslot moet in uw auto als u gedronken hebt. Want in principe kreeg u natuurlijk van de rechtbank vaak een veroordeling, een vrij stevige. En vroeger was het zo, een tijdje terug was het zo dat bijvoorbeeld de rechter besloot als je daar meerdere malen aangehouden was met een ernstig teveel aan alcohol op en toch deelnam aan het verkeer, dat de rechtbank zei van, nou, we hebben uw situatie even bekeken, u hebt er blijkbaar weinig van geleerd, we trekken u rijbewijs in en u krijgt een alcoholslot. Ja, op zich natuurlijk wel een vrij eerlijke, rechtvaardige beslissing. Maar ja, met de privatisering hebben ze gezegd, het CBR mag nu gaan beslissen, onafhankelijk van de rechtbank, of dat alcoholslot geplaatst moest worden of niet. Nou, en daar gaan we weer. Misbruik van de managers. Want bijvoorbeeld, ja, als er iemand met één glaasje te veel opgepakt werd, dan werd het dossier door de rechtbank naar het CBR gestuurd. En natuurlijk, die legde meteen een alcoholslot op in uw auto, dat u dat moest aanschaffen. De kosten waren niet misselijk, zeg maar rond de 4000 euro. En ja, het zijn nog altijd wel de meeste fatsoenlijke, zogenaamde fatsoenlijke mensen, vaak ook hoger opgeleid, hè, die dan zeggen, ja, dan had je maar niet moeten drinken. Maar ja, anderzijds, als jij 15.000 euro per maand bij elkaar graait en je moet een alcoholslotje in je auto zitten, is dat natuurlijk geen enkel probleem. Anderzijds, als jij in een magazijntje werkt en je hebt een keer één glaasje te veel op, ja, kan het een stevig bedrag zijn. Maar goed, zulk belangrijk nieuws. Ik denk, ik zal even rondbellen, hè, of dat, wat ze eigenlijk van die beslissing vinden. Want ja, dat iets teruggedraaid wordt, waar je jaren van geprofiteerd hebt, ja, dat lijkt me, ja, zo'n beslissing, dat best wel indruk maakt op je, hè, op je bedrijfsvoering bijvoorbeeld. Komt het CBR nu weer in de rode cijfers? Nou, ik heb even gebeld met de voorlichting van CBR. En, even kijken of ze het opneemt. Ja, hallo, spreek ik met voorlichting van het CBR. Ja, ik wou even een vraag stellen over het alcoholslot, dat die beslissing eigenlijk weggehaald is bij u. Wat vindt u daarvan? Ik ben daar bevind. Ik kan je... Goh, mevrouw, het lijkt wel of u dronken bent. Dronken? Ik ga wel verder niet, hè? Ik ben met mijn lunch bezig en wij als hoger opgeleide drinken als wijn. Nou ja, sorry mevrouw, ik kan er waarde van maken. Bedankt dat u de telefoon heeft opgenomen. En ik moet zeggen dat u geprobeerd hebt om een antwoord op mijn vraag te geven. Nou, jammer. Voorlichting CBR, nou, je hoort het. Volgens mij is het zelf ook een beetje in de olie. Maar ja, laten we even een aantal jaren teruggaan. En ja, ze zeggen altijd dat de lager opgeleiden vaker met een drankje achter het stuur gepakt worden. Ik heb eens even gevraagd of we in het archief mochten neuzen. En wat blijkt, dat nu minister Opstelten, vroeger was hij natuurlijk burgemeester van Rotterdam, zeg maar ook een beetje de baas van de Rotterdamse politie. En we hadden hem een keer gebeld tijdens, of hij is een keer gebeld tijdens een interviewtje van een of andere journalist. En het blijkt dat minister Opstelten toen gepakt was met een behoorlijke slok op. En niet de eerste keer, maar twee keer. En ja, dat hij gewoon zijn lager personeel opdracht heeft gegeven om dat te wissen. En gewoon echt letterlijk weg is gereden uit de controle. Nou, we hebben nog, geloof ik, uit het archief een wet openbaar bestuur middeltje toegepast. En ja, dat meneer Opstelten gebeld werd als burgemeester in Rotterdam.
Er schijnt nog iets van op de band te staan. Even luisteren. Laat maar weer. Het is natuurlijk niet logisch om dit hele verhaal af te luisteren. Want je bakt er geen hout van. Maar als u dit allemaal zo hebt gehoord, kunnen we natuurlijk afvragen van is het nou terecht of niet terecht dat het alcoholslot beslissing weer bij de rechter komt. Ik zou zeggen, ik vind het een wijs besluit.